De Amerikaanse ambassadeur Edwin Nolan heeft vanmorgen schooltassen met inhoud gedoneerd aan leerlingen van scholen verbonden aan de Surinaamse Moslimassociatie SMA. We hebben gekozen voor kinderen die het moeilijk hebben en het pakket moet deze leerlingen stimuleren om hun best te blijven doen op school. Dat zegt Michel Subhan, voorzitter van de Suriname Moslimassociatie. Subhan gaf verder aan dat er voor het eerst een ambassadeur op bezoek is geweest. De SMA stelt het bijzonder op prijs dat de ambassadeur zelf de tassen heeft overhandigd. The noble activity that we planned today for our school children, our poor school children, is something that we could not be grateful enough. We cannot express that in words. We only say we like the job of the USA in the world, not only in Suriname. We are also behind the objectives of the United States of America to increase and create peace and to defend the human rights in the world. Het is voor mij een genoegen om de eerste ambassadeur te zijn die op bezoek is gekomen bij de SMA. Maar ik zal zeker niet de laatste zijn, zegt ambassadeur Edwin Nolan. Hij vindt het bezoek heel bijzonder. The donation of school kits and the partnership between the embassies civil military support element and the Surinamese Muslim Association are important tools for addressing a key issue which affects not just Suriname but all nations, the quality education of our children. The knowledge gained through education opens the doors of opportunity throughout a person's life. Education equips students with more than just economic and social prosperity. It gives them an appreciation for the culture and civil society, a respect for diversity of opinion, and the ability for well-reasoned thought. These are all very necessary elements of a democratic society. Most students at this stage in their development do not have a full appreciation of what lies ahead to be productive, successful adults. Beyond the school's curriculum, a child's education does not stop at the end of each school day. Tot zover ambassadeur Edwin Nolan van de Verenigde Staten in Suriname. Hij sprak vanmorgen bij de donatie van schoolpakketten aan behoeftige leerlingen van scholen verbonden aan de Surinaamse Moslimassociatie. De overhandiging vond plaats op het hoofdkantoor van de SMA aan de Kankantriestraat.